Yo kijkers van Watchek en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Het heeft maar liefst alweer een maand geduurd voordat ik mijn laatste video heb gemaakt. En dat was trouwens een stream. Maar we zijn weer terug. Een soort van. Want ik zit eigenlijk in mijn eindperiode. Maar dat boeit jullie nou helemaal niet. Want wat jullie willen zien is de nieuwe update van de Sienna Pack. Want ja, we hebben een paar dingetjes toegevoegd met de hulp van mijn beste vriend. Of in ieder geval de beste Zera Pack maker. En dat is natuurlijk onze goede man Snee, a.k.a. Jens. En ja, hij heeft ons weer eventjes laten verbazen. Want ja, ik ga jullie even twee dingetjes laten zien. Dit is op dit moment de 2.1 pack, zoals jullie hem kunnen zien. Maar, ja, er is ook een light versie van. Er is een PvP versie van. En er is een light PvP versie. Dus voor de mensen die graag toch een PvP variant willen hebben, dat kan. Dan download je even gewoon een van de linkjes in de beschrijving. Of je gaat even naar de website die Jens gemaakt heeft. En daar staan ook de linkjes op. Maar goed, laten we eerst eens even gaan kijken naar de 2.1 pack. Dus ja, we zitten hier nou nog op de bouwservice. Zoals jullie kunnen zien, het lekt een beetje. Omdat er gewoon één grote beeld staat. Moet je kijken dan. Oh, wat is dat? Dat is Keer Midgard. Maar dat laten we even voor een volgende aflevering achter. We kijken even heel simpel. We gaan even kijken naar wat we hier hebben. We zien hier cracked stone bricks. Die zijn even iets veranderd. En waarom? Ja, nou, deze zijn toch wel iets meer gedetailleerd dan zeg maar deze met het krasjes eroverheen. Dus Jens heeft besloten van, hé, we stoppen gewoon deze. Het is gewoon hartstikke mooi. Dat ziet er gewoon 10 keer beter uit. Dus ja, we hebben ervoor gekozen om dan toch maar even voor deze cracked bricks te gaan. Ja, en dat concludeert alweer de bricks. Ja, dan gaan we hier naar de zijkant toe. En dan zien jullie drie armors. Dan zien jullie hier de diamond armor. Nou, die zat er eigenlijk al in. Dat is eigenlijk niks nieuws. Maar ja, heel veel mensen kennen deze armor ook van andere streamers. In ieder geval die dan toch wel een deel van de conquest armors heeft. En dan zie je hier dat dit steel is. Het is eigenlijk gewoon diamond armor. Maar als je dus reneemt in de anvil naar steel, dan krijg je dit en het ziet er best wel leuk uit. Je hebt hier een diamond variant van, maar die zit niet in de pack. Misschien dat die binnenkort wel komt. Maar op dit moment is dit gewoon nog steel. Ja, dit is dan nog de huidige, zoals jullie kunnen zien. Maar dan hebben we hier, dit is vet, want als jullie hebben opgelet in de vorige aflevering van de Zera Update Pack, dan weten jullie dat er Roman Shields zijn toegevoegd. Maar we hebben ook Roman Armor, dus die gaan we eens even aandoen. Kijk zo. Pak ik hem, ja, en dan doen we 1, 2, 3, 4. En dan doen we zo, en dan kunnen jullie mij zien als een echte Romein, jongens. We zijn een echte Prins Caesar strijders. Oh, die fuck, dit ziet er fucking cool uit. En van de achterkant, ik vind deze best wel nice, want hij ziet er heel goed uit. Dus dankjewel Jens voor het toevoegen van deze drie armors en de stone brick, de crack stone brick. Ja, die ziet er best wel nice uit. Dan het laatste dingetje van alweer de update, want het is een kleine update voor de mensen die toch wel even de reguliere pack willen gebruiken. Dus, moet je kijken, dan ziet het toch mooi uit zo, zegt die Amos. En dan gewoon mijn Amos erbij, oh, ben mooi. Oké, ja, laten we even ophouden erop. Er zijn nog een paar dingetjes toegevoegd, zoals jullie kunnen zien. We hebben een banaan. Hoe maak je nou in godsnaam een banaan? Nou, dan pak je gewoon even een anvil, zo. Kijk, zo. En dan pak je een appeltje. Ja, moet je niet gaan schillen. Maar jullie kennen waarschijnlijk wel Hans Klok. Nou, wij maken van deze klok, het klokkenhuis maken gewoon een banaan. Dus we eten een schil eraf. En dan doen we zo. En voilà, je hebt banana, jongens. Je hebt gewoon een banana. Zo. Kan je gewoon op eten. Mooi. Dan heb je hier boontjes. Je hebt de beauty berry. Er zijn hele mooie berries. Ja, het hield gewoon hetzelfde als eigenlijk een appel, maar het is gewoon mooi. Als je toch even een keuken maakt en je wilt toch even wat mooie goederen aan de muur hebben hangen, dan kan je dus gewoon even deze beautyberry pakken. Of je gaat voor de pilberry of de buck blueberry, dat zijn de blauwe bessen. Je hebt zelfs wijn tegenwoordig. Hier kan je gewoon op de kop zetten en het stroomt er gewoon niet uit. Ken je gewoon. Dan hebben we hier nog cabbage voor de gezonde groeneters, voor alle groenlinksers hier in de community van de Watchbagger. Dan hebben we hier nog cherries, een lekkere cherry baudet. Oh wacht, nee, dit is gewoon een kersenbaudet. Cherry baudet. Dan hebben we citrus. Gewoon een lekkere, ja, een limoen. Lijkt meer een man, een sinaasappel. Dit is ook een sinaasappel. Wat zeg je nou? Een limoen, een lemon is toch een fucking citroen. Dan hebben we mais. Nou kijk, voor alle boeren onder ons die toch even graag willen weten van hoe de fuck kreeg je mais? Nou, je verandert gewoon je appel in koorn. Mooi. Dan hebben we hier nog legumes. Ik weet niet wat dat zijn. Legumes. Ik ben het vergeten. Oh man. Ik weet niet meer wat het is. Maar niet uit. Dan hebben we hops. Lekker hop.
Ik denk dat dat voor bierbrouw is, weet ik ook niet. Hop is wat ik denk voor bier. Dan hebben we een hollyberry, ik weet ook niet wat dat is. Een hawthorn, dat zijn een soort van struikbessen. En dan hebben we grapes, oftewel druiven. Dan hebben we een rowan, ik weet ook niet wat dat is. We hebben rijst, voor alle Aziaten hier onder ons. Dus de caverne wel goed gebruiken, lekker rijst, rijstkookie. Dan hebben we raspberries, oftewel frambozen. Een peertje. We hebben uien voor je navel, want ja, die stinken heel erg. En dan hebben we hier turnips, oftewel radijsjes. En ja, deze kan je opeten. Ziet er heel lekker uit, maar dat moet je zelf even weten. Goed, en dit is eigenlijk alles voor de 2.1 texture pack. Maar dan gaan we eens even zo, gaan we naar options. Dan gaan we gewoon even naar resource packs en dan gaan we eens eventjes deze weg doen. En dan denk ik dat we eerst even gewoon een normale PvP pack aan gaan doen. De lights laat ik even voor jullie zelf te weten. Want ja, dat mag je zelf uit gaan zoeken. Ik vind de lights packs vind ik zelf niet heel erg mooi voor eigen gebruik. Voor de mensen die natuurlijk willen PvP'en of gewoon een snelle texture pack willen hebben, adviseer ik om het wel te nemen. Maar ja, het moet je liggen. Het duurt alleen altijd zo lang bij mij om een resource pack te veranderen. Kijk, jullie kunnen het denk ik niet zien. Oh ja, kijk. Zo, en dit is dus eigenlijk de PvP pack. En eigenlijk had ik even iemand mee moeten nemen. De armors zijn gewoon allemaal heel simpel. Gewoon simpel diamond armor. Dus je houdt gewoon deze set. Oh, kijk, hij moet weer even nalijken. Daar is hij heel goed in. Komt-ie maar. Kijk, ja. Je hebt golden apples. Die zijn anders getextured. Dus dan kan je in ieder geval zien wanneer iemand een cabbage neemt. Kijk, deze zit er nog wel in. Cherry, citrus, corn, grape, hawthorn. Al die extra items voor de rest wel. Alleen de armors niet, helaas. Dan hebben wij zwaarden. Kijk, je hebt een wooden sword, stone sword, een diamond sword, een gold sword. Kijk, het zijn allemaal kleine mesjes. Ja, je ziet, zijn wel gevarieerd qua uiterlijk. Kijk, dit is een klein mesje. Deze lijken wel echt op elkaar. De steel sword en de diamond sword die lijken heel erg op elkaar. Maar ze zijn kleiner gemaakt omdat je dan meer scherminfo hebt. Dat je gewoon wat meer kan zien. Het is fijner blijkbaar. Ja, ik heb er ook niet heel veel verstand van. In ieder geval, je hebt ook night vision. Dan moet ik eigenlijk even mijn shaders uitdoen. Maar je kan onder water kijken met die dingen. Ja, dat kan je nou niet met shaders zien. Dus we moeten even de shaders uitdoen. Dus voor de mensen die toch wel eventjes denken van, nou weet je, fuck de shaders. Ik wil gewoon een normale pack aan hebben. Dan kan je dus gewoon de shaders uitdoen. Duurt weer even 2-3 minuten of zo. Werkt niet. Maar ja, dan heb je dus lightning onder water. En voor de mensen die meestal chasen op bijvoorbeeld Open Kingdom of andere PvP servers. Niet dat Kingdom per se een PvP server is. Maar gewoon de PvP servers kan je gewoon heel makkelijk onder water chasen. Volgens mij zit er ook full brightness in voor onder de grond. Dat weet ik zo niet. Maar kijk, je kan in ieder geval onder water kijken. We moeten eventjes een stukje zee opzoeken. Ik ga even speed 10. Zo. Even vliegen. Oh, ja, ik laat mijn Minecraft weer crashen. Oh, wacht, hij doet het alweer. Kijk, nou, ik weet niet of je het nou... Nee, je moet eigenlijk eventjes een groot meer hebben ervoor. Of gewoon een zee. Nou, we zitten hier in de Silverpoort. Ja, kijk. Ja, hier zie je het dan wel. Je kan gewoon alles onder water gewoon duidelijk zien. Hebben we iets voor onder de grond? Misschien dat we hier gewoon goed kunnen kijken. Ja, je hebt ook gewoon full bright onder de grond. Dus ja, je kan overal gewoon zien. Laag vuur zit erin. Alle benodigdheden voor de PvP pack. De PvP'ers uit Sierra, die hebben je aan geholpen. Dus ja, vind het fijn. Kan je het gewoon gebruiken. Wat mooi toch? Dat is hartstikke mooi. En ik vlieg tegen alles aan. Voor de rest is er volgens mij niet echt veel anders nieuws. Ik kijk eventjes, misschien dat hier nog wat tussen zit. Nee, alleen voedsel denk ik. Alleen die appeltjes. En zwaarden, armor is allemaal geretextured. Zo'n blokken toevallig? Nee, is allemaal hetzelfde gebleven. Dus ja, in ieder geval voor de PvP'ers is er dus ook een packje beschikbaar. Hopelijk vind je dat leuk. Ik ga hem toch wat minder gebruiken. Misschien tijdens een bepaalde PvP edit. Misschien wel, weet ik veel. Ik ben niet zo goed op PvP. Maar ja, weet je, dat laat ik aan jullie over. Maar in ieder geval, download hem dus. Doe even een like als je het nog niet gedaan hebt. En bedank even Snee, oftewel Jens, in de beschrijving. Of in de comment sectie moet je dat eigenlijk doen. Niet in de beschrijving. Het zou heel vreemd zijn. Maar doe dat eventjes. Laat in de comments weten wat je van de pack vindt. En doe even credits naar Snee. Kijk eventjes op zijn website. En duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor nieuwe updates. En later.